In het Prostaatcentrum Midden-Nederland werken wij urologen intensief samen met ervaren specialisten en verpleegkundigen van Meander Medisch Centrum. Ook hebben we een nauwe samenwerking met de bestralingsartsen van het UMCU. Het is prettig om te weten dat we alle kennis in huis hebben om te zorgen dat u de behandeling krijgt die het beste bij u past. Welke zaken zijn nu van belang als we het hebben over de prostaatkankeroperatie? Laten we dan eerst eens kijken waar de prostaat zich in het lichaam bevindt en welke belangrijke structuren daar in de buurt liggen. Kijkt u mee. De prostaat zit onder de blaas en rust als het ware op de bekkenbodem, met hierin opgenomen de sluitspier van de blaas. Erg belangrijk zijn de zenuwen die langs de prostaat lopen in de richting van de penis. Zij zorgen voor het stijf worden van de penis, de erectie. Deze zenuwen zitten als het ware vastgeplakt aan de prostaat. De plaats en de grootte van de tumor bepalen of de erectiezenuwen goed gespaard mogen blijven bij de ingreep. Links zien we de tumor die door de kapsel heen groeit en aan de zenuw vastzit. Rechts zien we een gunstige tumor die echt binnenin de prostaat zit. Daar mogen de zenuwen van de prostaat af prepareren. In zo'n geval kunnen de zenuwtakjes naar de penis prima gespaard blijven. Naast deze zenuwen is ook de sluitspier van de blaas van belang bij de operatie. De sluitspier ligt in de bekkenbodem aan de onderzijde van de prostaat. Wanneer de prostaat is verwijderd, wordt deze weer aan de sluitspier gehecht. Deze verbinding zal na verloop van tijd verder genezen. In het begin kan bij druk in de buik nog wat urineverlies optreden. Dat is ook niet zo raar wanneer je realiseert dat de hechtingen er nog doorheen lopen. Deze zullen uiteindelijk oplossen na een aantal weken. Hoe verloopt nou zo'n operatie met de robot, zult u zich afvragen? Wel, de operatie kunnen we verdelen in een aantal stappen. De Da Vinci robot is een ultramodern systeem dat bestaat uit een bedieningspaneel voor de operateur en een robotsysteem aan de kant van de patiënt. Daarop zit een camera en de robotarmen met de fijne instrumenten waarmee de operatie wordt uitgevoerd. De handbewegingen van de uroloog in de bedieningsconsole worden door de computer omgezet in uiterst verfijnde bewegingen van de chirurgische instrumentjes aan de kant van de patiënt. Deze miniatuurhandjes kunnen uiterst complexe bewegingen maken. Via de HD-camera in de patiënt wordt een haarscherp, driedimensionaal beeld verkregen van de prostaat. Omdat de operateur ook ontspannen achter de console kan zitten, kan hij heel nauwkeurig en geconcentreerd opereren. En dat is een groot voordeel. Aan het begin van de operatie wordt via een sneetje vlak boven de navel toegang verkregen tot de buikholte. Daarna worden de andere buisjes met de instrumentjes ingebracht. De volgende stap van de operatie is het mooi vrijleggen van de prostaat. Als dat gebeurd is, wordt de prostaat voorzichtig losgemaakt van de blaas. Nu is de tijd gekomen om de zenuwen voor de erectie millimeter voor millimeter van de prostaat los te maken. Dankzij het verfijnde instrumentarium en het uitstekende zicht kan dit veel nauwkeuriger gebeuren dan voorheen. In onze ervaring is de kans op erectiestoornissen dan ook veel kleiner geworden sinds we op deze wijze opereren. Ten slotte wordt de onderzijde van de prostaat, het gebied van de sluitspier dus, vrijgemaakt zodat er ruimte komt om de plasbuis door te nemen en uiteindelijk de prostaat te verwijderen. Ook hier geldt dat het goede zicht op het operatiegebied de mogelijkheden van de verfijnde instrumentjes maakt dat dit allemaal onder optimale omstandigheden gebeurt. We weten dat op deze manier de schade aan de sluitspier tot een minimum beperkt blijft. Wanneer de prostaat uiteindelijk verwijderd is, kan de blaas weer netjes aan de plasbuis gehecht worden. Om deze nieuwe verbinding voorspoedig te laten genezen, krijgt u tijdelijk een katheter in de plasbuis.